Dit is Amsterdam, gezien vanaf de toren van de Zuiderkerk in het hart van de vroegere Jodenbuurt. Huizen zo ver als het oog reikt. Maar als onze blik naar beneden dwaalt, dan zien we hier en daar open plekken. Hier zijn huizen verdwenen. Huizen van mensen die zijn verdwenen. Hun bedehuis staat er nog, maar het is zwaar gehavend. 10 jaar geleden prijkte het nog in volle luister. Was het centrum van vroom Joods leven. Nu is het vervallen tot een puinhoop. Tragisch symbool. 10 jaar geleden was het begin van de anti-Joodse maatregelen der Duitsers het zijn voor de eerste openlijke verzetsdaad. De grote februaristaking die thans door duizenden herdacht wordt. Burgemeester Dailly legt namens de gemeente een krans voor het voorlopig monument, waarop de namen voorkomen van hen die als slachtoffer van de staking vielen. Direct daarop begint een defilé, waaraan door ongeveer 15.000 mensen wordt deelgenomen. De februaristaking van 1941 was een spontane uitbarsting van opgekropte haat tegen de bezetter op het ogenblik dat die zich vergreep aan de Joodse Nederlanders. Zij was gedoemd te mislukken, maar zij gaf de stoot tot het georganiseerde verzet in Nederland. En in die zin zal zij in de geschiedenis van de bezettingstijd als een der belangrijkste daden blijven voortleven. In de